De Willy Brodderskerk in Hoge Zwaluwe wordt uit de dienst genomen en dat is op zich een pijnlijk gegeven. Toch heb ik het idee dat er aan de toekomst nog wel iets mogelijk is. En naast mij staat Clemens Wortel en aan hem ga ik vragen wat er nog mogelijkheden zijn. Meneer Wortel, wat zijn de mogelijkheden voor een kerk die eigenlijk gaat sluiten? Ja, dat is een hele lastig te beantwoorden vraag. Ik weet dat er contacten zijn tussen het parochiebestuur, Vijf Heilige Parochie en Brabants Monumentenfonds, om te kijken wat voor bestemming dit gebouw zou kunnen gaan krijgen. Kijk, wat belangrijk is, dat het gebouw als zodanig in de gemeenschap blijft behouden. En voor de invulling van de functie, dat is een lastige, omdat we hebben hier een gemeenschapshuis, de Zonzeel. We hebben de Schittering met een mooie inrichting. We hebben een Concordia gebouw. Dus de vraag is van ja, kun je een gebouw als deze ook weer een nieuwe functie geven? Nou, hebben jullie als toonaard daarover nagedacht? Dus jullie hebben toch wel een bepaald idee gekregen? Nou, wat wij doen is, als wij praten over de organisatie van onze concerten. Nou, daar hebben we tot nu toe gekozen voor de protestante kerken met het traditioneel adventsconcert. We hebben al eerder gezegd in elkaar, eigenlijk zou ook deze katholieke kerk moeten gebruiken als ontmoetingsplaats. Maar nou blijft er toch nog steeds een kostenplaatje in leven wat de kerk niet kon opbrengen. Hoe moet dat dan in de toekomst wel? Ja, dat is een ontzettend lastige vraag waarvan het antwoord nog echt in het verre verschiet ligt. En waarvan ik niet echt weet wat dat kan gaan betekenen. En toch hebben jullie het idee dat er wel iets te vinden zal zijn gezien toch de plannen die er zijn? Ja, op zich is het een unieke ruimte. De akoestiek is fantastisch. Je moet je voorstellen, als de kerkbanken eruit zouden zijn, wat voor concertzaal je zou kunnen hebben. Maar goed, uiteraard is de keus ook aan het bisdom. Hè? En de vraag is hoe je op welke wijze dit zou kunnen gaan exporteren. Wanneer denkt u dat er een vervolg op komt waar de bewoners van Hoge Zwaluwe iets aan hebben? Nou, die vraag zou u eigenlijk aan het parochiebestuur moeten voorleggen. Wij zijn voor vandaag alleen maar gebruiker en proberen door middel van dit soort activiteiten wat ruimte voor culturele evenementen in Hoge Zwaluwe te realiseren. Laten we hopen dat we inderdaad in de toekomst dit nog vaker mogen doen en dan hoop ik u nog een keer aan te treffen. Nou, wij doen ons best als toonaard om zeker een vervolgactie te geven aan dit evenement. Dank u wel. Mijn vraag daarnet aan Clemens Wortel wat er in de toekomst zou gaan kunnen gebeuren met de Willy Brodderskerk hier in Hoge Zwaluwe. Dat deed hij terecht af met de opmerking, dat weet ik niet, dan moet je bij het kerkbestuur zijn. En naast mij heb ik gevonden, bereid om daar een antwoord op te geven, Petra Kimmel van het kerkbestuur Hoge Zwaluwe. Petra, de vraag dus aan jou, wat gaat er met deze kerk gebeuren? Dat weten we nog niet. We hebben als bestuur afgesproken dat we zoveel mogelijk doen om de kerken te behouden als nasluiten. Het gebouw dan in ieder geval. Uiteraard zijn wij als parochie geen gebouwenbeheerder of iets dergelijks. Maar we proberen wel partijen te zoeken. Er zijn partijen in de markt die misschien geïnteresseerd zijn in kerken. En in deze in het bijzonder een heel bijzondere kerk is. En daar zijn we nog steeds mee in onderhandeling om te kijken van kunnen we andere functies in de kerk krijgen. Stel dat dat niet gevonden wordt, wat is dan het lot van deze kerk? De sloophamer?
Nou, dat denk ik niet, want het is een Rijksmonument en het is een heel bijzonder kerkje. Dus slopen, dat is echt het allerlaatste, denk ik. Maar ja, het is natuurlijk zo, als je hem op slot doet en er wordt geen gebruik meer van gemaakt, dan gaat het heel hard, het verval gaat dan heel hard. En nou, de allerlaatste strikvraag, hoe ziet het er hier over 5 jaar uit? Ik hoop dat we dan hier nog steeds binnen kunnen op zondag om van bijvoorbeeld een concert te genieten of iets anders. Maar dat kan je nooit zeggen. Het is natuurlijk, de tijd is ook niet zo goed. Maar we gaan in ieder geval wel proberen om het gebouw te behouden. En misschien als we zeg maar over 5 jaar de tijd weer beter is, dat er ook meer mogelijkheden zijn. Dus dat we in de tussentijd, in die 5 jaar, misschien een functie moeten doen die nog helemaal niet zo bij het gebouw past, maar waar we wel mee in ieder geval kunnen onderhouden een stuk. Wat is de functie van een kerkbestuur als er geen kerk meer is? Ja, dan heffen we onszelf op. Okay. Nee, kijk, de functie van het kerkbestuur is natuurlijk vooral het pastoraat. He, we moeten zorgen, we hebben natuurlijk wel financiën en de gebouwen, maar alles moet eigenlijk in teken staan van het pastoraat. En het pastoraat, dat wordt natuurlijk ook kleiner en kleiner en dan zal er weer meer fusies komen. En uiteindelijk is het natuurlijk de vraag wat de toekomst is van de katholieke kerk. Ja, hij zal er wel altijd blijven bestaan, denk ik hoor, maar wel in kleinere vorm, denk ik. Maar goed, dat is natuurlijk het algemene probleem met de kerken in Nederland. Hoe dat af gaat lopen, weet niemand. Kan ik ook niet van je verwachten dat je dat wel weet. Ik wil je wel hartelijk danken voor voor de wijze woorden die je hebt gesproken in deze. Graag gedaan, dankjewel. Oké, dank je Petra. Hier stond een man die de gemeente zegende. Die met de wierook zwaaide. Straks breidt hier de laatste wierook weg. Wierook was ooit bedoeld als een reukoffer om de goden gunstig te stemmen. Ik weet niet hoe God straks gestemd is als hier binnenkort de deuren sluiten. Iemand zei mij hier in het dorp, van God, waar ben je gebleven? Ja, zijn huis raakt straks leeg. Deze kerk, hier waren jullie samen. Straks is het uit. Amen.